De degradatiekandidaten. De wedstrijd mag nog steeds door. Vierde minuut van de extra tijd. Een hensbal van Schenning en een fluitsignaal nog van Van Dijk, de scheidsrechter. Moens organiseert en achter de bal weer Visser. Maar op de vrije trap wacht men in Utrecht al tijden. Maar geloof het of niet, het is 1-0. Echt waar. Euforisch. De spelers, euforisch, de toeschouwers. Diep in de blessuretijd schiet Hans Visser Utrecht naar de overwinning. Die opluchting geeft bij spelers, technische staf en voorzitter van de FC. Die dan wel het goede inspelen weer van daar staat bij de tweede paal Hans Visser. Achter de paal. Ja! En zo doet hij dat. Ja! Ja! Zijn zesde doelpunt dit seizoen. Ja! Op de vierde maal. Hans Visser, dat zijn de doelpunt is. Oh, wat een goal. Hans Visser. Zo belangrijke doelpunt voor de 3 minuten goed uit. Op de bank. En ook de geblesseerde John van Loon viert feest. En blijft houden voor de Eredivisie. De lange trappers Smeets. En daar staat Hans Visser. En nu wordt het feest gewierd. Nu wordt het feest gewierd. Nascimento staat erbij. Hans Visser, wat een prachtige. En dan raken de supporters wat verhit. Utrecht supporters komen uit hun vak, ook Twente supporters komen eruit. En dus wordt de wedstrijd 10 minuten onderbroken. En moeten Ronald Spelbos en de spelers van Utrecht hun spanning vasthouden. Slotfase. Elleman. Gestuurd door Nascimento. En dan houdt scheidsrechter Weegreef het voor gezien. Of toch nog één keer Twente. Nee, hij had het voor gezien. Utrecht wint met 2-1 in het Diekmanstadion in Enschede. En speelt volgend jaar nog een keer in de Eredivisie. Er zal nog heel wat moeten gebeuren in de Domstad om het verblijf op een aangename manier te verlengen. Utrecht wint in Enschede. Dat heet een narrow escape in goed Nederlands.